De studie Nederlands verdwijnt van de Vrije Universiteit. Ik maak me daar enorme zorgen over. Dit laat zien wat de gevolgen zijn wanneer we onderwijs inrichten als een soort product. Wanneer we studenten als rendementen gaan zien. Dat is wat de politiek heeft gedaan. Universiteiten worden financieel gestraft als ze hun rendementen niet hoog genoeg houden. Dat is het aantal studenten die op tijd, zogenaamd op tijd, afstuderen. Maar is dat waar onderwijs om moet draaien? Zo snel mogelijk mensen er doorheen jagen? Dat is niet wat onderwijs hoort te zijn. De hele westerse beschaving is gebaseerd op het idee dat ieder van ons zijn of haar creativiteit kan ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo. Dat is onderwijs. Maar wat hebben we ervan gemaakt? We hebben er een soort van hamburger van gemaakt. De Mac Universiteit. En het baart me enorme zorgen dat het zelfs zover heeft kunnen komen dat de Vrije Universiteit de studie Nederlands moet afschaffen omdat het niet genoeg winst oplevert. Dat is niet de schuld van de universiteit. Dat is het gevolg van het Haagse beleid. En ik ben bang dat het hier niet gaat ophouden. Alle studies Nederlands dreigen te gaan verdwijnen. Dat brengt mij op het volgende. De rechtse politiek. Ik hoop niet dat ze nu krokodillentranen gaan huilen. De demonisering van geesteswetenschappen. De demonisering van filosofie, van talen, van geschiedenis. Dat is ook allemaal een rechtsframe geweest. Waardoor studenten ook steeds banger worden om dat soort keuzes te maken. Het wordt hoog tijd dat we vanuit de politiek gaan beseffen dat we iets heel verkeerd hebben gedaan. Dat we in Nederland onderwijs in de prullenbak aan het gooien zijn. Door het als een product te gaan behandelen. Door het neer te gaan. Door studenten als rendementen te gaan zien. Dat zijn letterlijk de woorden die worden gebruikt op universiteiten. Dat zijn door managers uit het bedrijfsleven bedachte termen. Die misschien van toepassing zijn als je een bedrijf als Unilever leidt. Maar onderwijs. Onderwijs. De prijs die we gaan betalen wanneer we in ons eigen land onze moedertaal niet meer kunnen bestuderen, die zal zo hoog zijn dat geen enkele Excel-sheet of manager dat kan uitrekenen. Ik ga een debat aanvragen om hier een streep te trekken. We moeten ons onderwijs echt anders gaan inrichten, anders gaat het falikant mis.